EB Personeelsdiensten heeft bekendgemaakt dat het bedrijf volgend seizoen het NK Offroad 2015 als hoofdsponsor mede mogelijk gaat maken. Dit feit werd bekendgemaakt op de afsluitingsbijeenkomst van het seizoen 2014 in Melrik. Met een financiële injectie van het Tielse bedrijf is de organisatie in staat om een compleet seizoen te organiseren die aan alle criteria voor deze autosport voldoet. De eerste race zal op 28 februari 2015 op Zandvoort verreden worden. Net is bekendgemaakt dat jij komend jaar het NK sponsort. Vertel. Ja, ik heb het net ook al tegen de groep gezegd die hier is. Ruim 100 man. Ik ben nou zo'n beetje 2,5 jaar bezig met offroad rallysport. En ik ben er eigenlijk wel behoorlijk gek van. En ja, ik vond het wel leuk om de naam van mijn bedrijf eraan te verbinden. En zeker ook om er een bokaal aan te hangen. Er staat hier een prachtige bokaal. Die niet alleen, maar er staan ook twee awards naast. Die heb je speciaal voor vanavond in het leven geroepen. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, die awards voor vanavond, dat zijn de Fair Play Awards. Bij rallyrijden is het belangrijk dat je, als je vastzit, hulp krijgt van anderen. Nou, de teams die daar in geholpen hebben, die zijn natuurlijk bekend, maar ook bij alle rijders. En we willen die vanavond die award gaan overhandigen, nadat er gestemd is uiteraard. En wat ik me af zit te vragen, hè? Jij staat bekend als een heel precies man. Dat je dan in de autosport terechtkomt, dat snap ik. Maar uitgerekend het rallyrijden, daar ben je constant aan het improviseren. Wat trekt jou zo aan het offroad rallyrijden? Ja, eigenlijk alles. Het complete plaatje. Kijk, in principe zijn alle mannen die eraan deelnemen een klein beetje een kleine jongen, denk ik. Dus het begint al als je zo'n overal aan hebt, een helmpje op, handschoentjes aan, scheuren, racen, asfalt, modder, zand. Ja, alle dingen. Ik kan mijn ei erin kwijt. Kijk, door de week probeer ik zo goed mogelijk serieus te zijn. En als ik dan met een rally bezig ben, kan ik de knop omzetten. En ja, kan ik mijn hoofd helemaal leeg maken, zeg maar. Heerlijk. En is daar voor de mensen uit Tiel ook een manier om dat mee te beleven, samen met jou? Ja, ik heb sowieso twee stickers van Flipje op de auto. Stadspromotie voor Tielenstad. En StadsCV Tiel brengt heel veel filmpjes op de StadsTV. Ja, en dan kunnen de mensen meegenieten. En ik hoop dat ze het leuk vinden. En als ik kijk naar hoeveel hits dat we hebben, hoe vaak dat die filmpjes bekeken worden, vinden ze het ook leuk. En ik hoop dat ze dat blijven doen. En ik ga in ieder geval die filmpjes blijven maken voor de bevolking van Tiel.